7 december 2003 was een hoogdag in Nederland. Die dag werd de oudste dochter van Willem-Alexander en Maxima geboren. Catharina, Amalia, Beatrix, Carmen, Victoria, prinses van Oranje. Beter bekend als prinses Amalia, is de toekomstige koningin van Nederland en wordt vandaag 18 jaar oud. Dat wil dus zeggen dat ze in principe vanaf vandaag haar vader kan opvolgen. Het zal niet meer lang duren voor ze een koninklijk takenpakket krijgt. Naast haar opleiding wordt ze klaargestoomd voor haar rol als koningin. Hoe Amalia haar verjaardag zal vieren, dat is niet bekend. Er zijn wel aanwijzingen dat ze onlangs naar New York vloog, maar dat is een privéreis waar niets van bekend is. Helaas zal haar oma niet fysiek kunnen meevieren. Beatrix zit namelijk nog in quarantaine vanwege een coronabesmetting. Morgen, de dag na Amalia's verjaardag, wordt ze aangesteld als lid van de Raad van State. Vanaf dan is ze dus ook officieel adviseur van de regering over de wetgeving en het bestuur.